Zo, de winterstop is voorbij, dus de ruit met buit gaat weer beginnen. En natuurlijk wilde ik dan naar mijn Haagse Markt. Ik was alleen even vergeten dat die dicht was vandaag, dus ik loop nu rond in de stad. Maar gelukkig valt daar genoeg te bespreken. De selectie van ADO is op trainingskamp geweest en de wedstrijd van VVV staat voor de deur. Hopelijk weten de mensen hier wat ervan. Ja, dat is heerlijk. Allemaal gelijke stemmen hier. Lekker over voetbal babbelen. Ja, daar hou ik van. Mag ik u wat vragen? Waarover? Ja, over ADO Den Haag natuurlijk. Oh, ja, het mag, maar ja? Ik kom hier niet vandaan. Hoor. Geen idee, ik woon hier eens. Ik weet er niks van, joh. Ik kom ook niet uit Den Haag. Echte literatuur, hè. Kafka, Hermans, Kramer. Alleen maar die echte toppers. Kijk, ik heb nu dit. Kafka? Kafka, Het Slot. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja. En ik heb nog een boekje. De Amerikaanse literatuur. Ja. Jack Kerouac. Ja, On the Road. On the Road, die staat erin. Ja? Wat mij opviel bij de selectie van ADO Den Haag was de kapsel van sommige spelers. Een Coupe Soleil hadden ze. Oh nee, daar heb ik geen verstand. Daar let ik niet op. Nee, let je daar niet op? Nee, nee. Ik heb toch een mooie Coupe Soleil, of niet? Vindt u dat passen bij een stoere voetballer? Nou ja, voetballers die lopen altijd een beetje voor op wat de mode betreft, hè, en trends. U lijkt op de spelers van ADO Den Haag. Die hebben ook tegenwoordig een Coupe Soleil. Oh ja, is dat zo? Ja. Nou, staat u beter dan die gasten, hoor? Ja, dat denk ik ook. Ja. Jij bent echt ADO-man, hè? Ik geef echt geen reet om voetbal, spijt mij. Geef geen reet om voetbal? Gozer, wat is dit, man? Volgt u ADO Den Haag? Oh, spreek je inderdaad, sorry. Oh. Meneer. Nee, dankjewel, zei hij. Volgt u ADO Den Haag? Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, het is altijd zo gezellig in de stad, hè. Iedereen is zo meewerkend, open. Allemaal voor jullie, mensen. Allemaal voor jullie. Voor die gerbstuiver, hè, die ik hier aan verdien. Wij hebben natuurlijk een geweldige speler lopen in de selectie van ADO. Abdennasser Elkayati. Maar er is nog kans dat hij weggaat. Ja, het zou doodzonde zijn natuurlijk. Ik hoop dat hij verder gaat dan ADO, maar ja, dat is een moeilijke vraag, man. Dat is lastig. Als ik ervoor het zeg, dan moet er 20 miljoen komen. 20 miljoen? Dat is wel veel, hè? Ja, maar ja. Graag of niet? Bij de selectie van Ajax zit De Ligt zit erin, een heel jonge speler. Staat nu transfermarktwaarde 83 miljoen of zo. Ja. Waarom niet voor Elkayati? Ik zou vragen, waarom niet? In principe, mijn mening, vind ik hem veel beter dan hem. Dan heb ik een hele belangrijke vraag aan u. Dus zet u wel even schap. ADO tegen VVV. Wat verwacht u ervan? Geen idee. Ik weet het. 1-0. Kijk, met u kan ik praten. Ik ben helemaal klaar mee, mensen. Tot volgende week. Dit was de Ruime Buit.